Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah Verboert. En today we have a new video! Woehoe! Even normaal doen we nu, dus het slaat echt nergens op. Dat ga ik echt niet doen. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah Verboert. Ja, zoals je misschien aan de titel hebt gezien, ga ik een bikini shoplog haul try-on video doen. En het is echt van een kapot leuke site. Ik ken de site hiervoor helemaal niet, maar ze hebben echt zo leuke bikinis. Ik ben echt zo benieuwd. En ook helemaal niet prijs of zo. Gewoon een normale prijs. Bijvoorbeeld Hunkemiller betaal je echt 50 euro voor een bikini. Hier ligt het rond de 20 euro. En dan heb je gewoon een broekje en een topje en noem het op. Voordat we beginnen met de video, stop. Vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. Sarah Verboert. Ja, ik laat eigenlijk best wel vaak updates over mijn YouTube kanaal. Als ik een nieuwe video plaats, als ik vragen heb, of ik ga live of whatever. Of je wil me gaan stalken, dat kan ik ook. Dus vergeet me niet te volgen op Instagram. Ook zie ik dat het bijna 70% niet geabonneerd is op mij. Dus maak een screenshot dat je op mij bent geabonneerd. Stuur het op DM en misschien ga ik je wel terugvolgen. En sowieso vind ik het gewoon gezellig om met jullie te praten op DM. Dat vind ik altijd heel leuk. Als je zin hebt in de video, geef dan een duimpje omhoog. Duimpje omhoog, blauwe duim omhoog. Ik ben echt super, super, super druk. Want ik ben super excited. Super, 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 super. Nee, ik ben gewoon heel erg druk. Dus don't mind me. Ik ben gewoon heel erg enthousiast. Want ik kan niet wachten. Toen ik het pakket binnenkreeg, zat er, zoals je kan zien, hier zie je echt zo'n hele scherpe scheur. Dus toen moest ik hem wel openmaken om te kijken of er wel genoeg bikinis in zaten. Want ja, dus is een bikini uitgevallen. Maar dat was helemaal oncompleet. En ik heb dus bikinis van het bedrijf Cupshe. En het is echt de moeite waard om eens uit te kijken. Ik vind dat ik de 6 leukste bikinis heb besteld. Maar ja, dus je kan deze bikinis kopen of je kan... Oh ja, misschien een leuke ziet die kopen. In ieder geval, let's begin. Het zit sowieso super leuk verpakt in zo'n verpakking. Dat is het eerste wat me opvalt. En ik denk dat ik mijn bikinis ook in deze zakjes ga bewaren. Want ik heb een soort bak waar ik mijn bikinis in doe. En het zit altijd helemaal door elkaar. Maar als ik het gewoon hier bewaar, is het eigenlijk super chill. Dus ik ga deze zeker houden. Oké, de eerste bikini. Ik heb volgens mij bikinis en badpak. Volgens mij heb ik 1 badpak, maar weet ik niet meer zeker. Want dat is alweer een tijdje geleden. Op zich was de bestelling er wel snel. Het was er echt binnen een week of zoiets. Misschien zelfs sneller. Maar ja, nu door corona is het natuurlijk wat drukker. Misschien is het normaal wel minder druk. Oké, maar als eerste is deze roze bikini. Deze is echt fel roze. Heel erg leuk. En deze is een beetje high-waisted, denk ik. En ik heb deze in de maat M. En deze top. Dus ja, deze ga ik eventjes aantrekken voor jullie. Oké, ik moet echt kappen met dit irritante gedrag. Want als ik dit ga editen, ga ik mezelf uitkotsen. Oké, de eerste bikini is aan. Deze is echt mega leuk. Even serieus. Hij heeft hier dus 2 van die bandjes zo. En dat heeft hij dus achter ook. Ik ga trouwens eerst even dit kaartje afkijken. Zo awkward dit jongens, ik vind het echt heel awkward. Please don't hate on me. Maar ja, ik vind het zelf ook altijd super fijn om bikini video's te zien. Omdat bikinis echt raar kunnen vallen. Maar ja, dit is dus een M. Ik ben 1,70 voor de mensen die het willen weten. Oké, dan de volgende. Oh kijk, hier is dus die scheur geweest. Dat zie ik dus. Zit in een andere verpakking. Ook leuk. Dit is een Bordeaux rode bikini. Oh ja, deze is zo leuk. Deze heeft zo, en van de achterkant is die heel mooi, zo. Deze heb ik ook in de maat M. En deze heeft een kapot leuk broekje. Want dit broekje is zeg maar van achter zo. Dus dan gaat hij een beetje in je billetjes. Heel mooi. Dus maat M. Let's put it on. Oké, dit is de volgende bikini. Deze is soort semi-high-waisted. Ik vond het wel leuk. Ik heb dus helemaal geen high-waisted bikinis. Nou, heel leuk topje dus. En van achter is hij echt heel mooi, die rug. Love it. En hij gaat dus een beetje zo in je billetjes. Gewoon best wel simpel, maar wel gewoon heel erg leuk. Oh, ik voel me echt ongemakkelijk, joh. Ik voel me eigenlijk wel best wel ongemakkelijk of zo in bikinis. Ik had niet verwacht dat ik het zo ongemakkelijk zou vinden. Ja, ik heb hier een blauwe plek, hier ook een blauwe plek. Ik zit altijd onder de blauwe plekken. Oké, volgende. Dat is
dit. Dit is een badpak. Een soort van badpak. En deze is echt kapot leuk. Deze zit zeg maar zo aan elkaar vast. En heeft hij van de rug zo een hele mooie rug. Dus, en deze is voor mij best wel high-waisted. Dat vind ik wel leuk. Ja, dus deze ga ik ook eventjes aandoen. Ik ben heel erg benieuwd naar. Dit heb ik ook in maat M. Oké, yay! Dit is het badpak. Maar je wordt er wel gewoon nog een soort van bruin in. Want je rug is open. En hier je buik is gewoon een deel open. Het is dus wel een beetje high-waisted. Maar wauw, ik vind het echt zo fucking mooi. Ik vind het echt heel erg leuk. Echt, echt heel erg leuk. En ik heb deze dus in maat M. Heb ik deze. Dit is gewoon een simpele zwart met dit gestreepte bikini. Deze is echt high-waisted. Dus ja, dat vind ik gewoon wel een keer leuk. Broekje ziet er zo uit. Deze heb ik ook in maat M. Dus het broekje. En dit is het topje. Nou, laten we maar aan doen. Alrighty. Ja, nou dit is dus echt een hele aanwezige bikini. Maar dit vind ik ook wel gewoon leuk om erbij te hebben. En hij is gewoon lekker simpel. Gewoon zwart-wit gestreept. Van achter ook niet speciaal of zo. Gewoon helemaal normaal. Helemaal leuk. Ja, deze heb ik ook in maat M. Volgens mij heb ik alles in maat M dus. Like it. Oké, next. Is weer een felle kleur, maar nu fel oranje. En deze is niet high-waisted. Holy shit, helemaal in de knoop. Deze ziet er dus zo uit. Gewoon een leuk broekje, niet heel speciaal of zo. Hier aan de zijkant ziet het er zo uit. En het topje. Oh, dat is zo. En aan de achterkant heeft hij dus gekruist. En allemaal leuke bandjes. Dus super benieuwd. Nou, ik ben echt naar gesticht van mij. Nou, deze bikini valt dus wat lager. Hier heeft hij dus wel hele leuke details. Dus je vooral heel erg mooi met dit. En ja, gewoon een normale top van voor. Is je gewoon zo. Het leuke aan deze bikini vind ik gewoon echt de kleur. Lekker fel. Hij is nog veel feller in het echt als dat heel beeld is. Dus het is echt zo'n felle neon oranje lichtgevende kleur. Een beetje overbelicht, maar je ziet het niet heel goed. Maar door dat oranje lijkt je ook echt heel mooi bruin altijd. Love it! Leuk feit nu. Ik ben nu dus één dag mee aan het doen aan de Ramadan. En daar maak ik ook een aparte video over. Dus, maar ben je benieuwd hoe mijn dag verloopt tijdens de dag dat ik meedoe met de Ramadan? Vergeet zeker de video niet te checken. Ik denk dat die online staat. Jongens, check it out. Superleuk. En dan hebben we alweer de laatste bikini. Van Cupshe. En dit is ook een high-waisted bikini. High-waisted. Deze heb ik ook in de maat M. Deze heb ik trouwens ook in de maat M. Even kijken. Deze vond ik ook echt kapot leuk. Deze zit er dus zo uit. Deze is dus high-waisted. Met dit topje. Lijkt door die high-waisted, lijkt het allemaal een soort, soort badpakachtig. Als je snapt wat ik bedoel. En hij is met dit topje. Dan moet je hier achter vastmaken. En er zit nog een bandje en een dingetje. Dus ik ga het even aan doen. Dit is de laatste bikini alweer. Deze is echt heel high-waisted. Maar dat vind ik ook wel gewoon leuk. Weet je, het lijkt echt een soort pak in plaats van een bikini. Het is echt wel een leuke bikini voor een boatparty of zo. Van achter is hij dus ook high-waisted. En hij heeft twee bandjes waar je hem aan vast moet maken. Ja. Oké. Eindreview. Super blij mee. Echt beter als dat ik had verwacht. Ik had echt niet verwacht dat ze allemaal zo mooi zouden zitten. Dus daar ben ik echt super positief verrast over. En het is echt super goede kwaliteit. Het voelt echt als stevige stof. Goed in elkaar gemaakt. Ik heb ook eens een bikini besteld bij Savoel of bij Shine en zo.
Maar dit voelt of Shein. Ik werd vorige keer gehaald omdat ik Shein zei, Shein. Maar dit is, voelt echt goede kwaliteit. En het is niet eens heel veel duurder of zo. Dus echt perfecte prijs-kwaliteit verhouding. Ik ga even normale kleding aan doen, want ik voel me toch gewoon een beetje ongemakkelijk in de bikini zo voor de video. Oké, nou ja, dat waren dus alle bikinis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben echt super blij met die bikinis. Dus love it. Ik zal sowieso natuurlijk alle links in de beschrijving zetten van alle bikinis die ik heb. Neem zeker een kijkje op de site, want ze hebben dus echt kapot leuke bikinis. En badpakken ook. Vorige keer kreeg ik een vraag over mijn haar. Ik heb mijn haar geblondeerd, daar een toner over gezet en ik was het super van de zilver shampoo. Ik ben 1,70. Ik heb meestal maat M, heel soms maat S. Ja, vergeet zeker niet de Ramadan video te kijken. Dat 24 uur midden aan de Ramadan, want ik ben echt benieuwd naar die video. Hij staat al online, dus check it out. Vond je de video's nou leuk en vond je bikinis leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan krijg je namelijk altijd een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. Ja, vergeet me niet te volgen op Instagram. Dat is Sarah Verwoerd. Follow me. Ik krijg sowieso, alsjeblieft, wees niet te hard op mijn lichaam of body shaming, whatever. This is my body. Ik ga er niet achter een hoekje schuilen. Dus als je daar comments over hebt, houd het gewoon lekker voor je, want ik ben al onzeker genoeg. Wees alsjeblieft niet te hard op me. Love you. Verder zijn jullie echt geweldig hoor. Jullie zijn echt zo lief allemaal. Ik hou echt van jullie. Echt, de meeste zijn echt perfect hoor. Jullie zijn echt geweldig. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei.